Zolang er nog steeds vluchten binnenkomen, komen de mensen aan. Zolang er mensen zijn, zijn wij hier ook om de veiligheid te garanderen. Positieve geurkenning met een hond. We hebben net een melding binnengekregen over de portofoon dat er een onbeheerde tas aanwezig is op Schiphol. Deze wordt middels procedures gecontroleerd door een explosieve hondengeleider. De hond heeft een reactie gegeven op de tas. Daardoor willen we natuurlijk even wat afzetten, zodat er vervolgstappen genomen kunnen worden. Die kant op. Andere toilet. De tas is gecontroleerd door de teamleider explosiefverkenner. Alles is akkoord bevonden en is weer vrijgegeven. Onze werkzaamheden zijn in principe niet veranderd. Er is alleen iets bijgekomen. Tijdens surveillance hier op de luchthaven spreken we mensen aan wanneer zij geen 1,5 meter afstand houden. Tijdens de controle van een auto controleren we ook de inzittenden bij of ze bijvoorbeeld allemaal staan ingeschreven op hetzelfde huisadres. De uitrusting is in principe gewoon hetzelfde. We hebben alleen een toevoeging gedaan in de zin van een tasje. En in dat tasje zitten wat toebehoren wat we kunnen gebruiken voor de corona. Een stokje waarin mensen hun identiteitsbewijs in kunnen zetten. Deze kan ik op mijn wapenstok klikken. Transporthoed. Dat stel er is iemand aangehouden en wij zien hem hoesten, spugen en dat soort dingen. Dus een beetje voor onze eigen veiligheid waardoor we deze over iemands gezicht heen doen. Waar we het voor onze werkzaamheden ook vaak handig vinden om even aanwezig te zijn, is bij de bagagehallen. Staan mensen toch allemaal bij elkaar. En op het moment dat we daar zijn, kunnen we toch de mensen aanspreken op de 1,5 meter afstand. De meeste karretjes zijn al geplaatst en gereinigd door Schiphol. Er zijn strepen aangebracht op de vloer, waardoor er rijtjes ontstaan rondom de band. Mensen moeten een klein beetje rekening houden met de veiligheid van anderen en zichzelf. In de toekomst hopen we natuurlijk weer meer mensen op de luchthaven te zien. En we gaan ons best doen om iedereen de 1,5 meter afstand te kunnen garanderen. Maar het zal weer een nieuwe uitdaging worden naarmate er weer meer mensen naar Schiphol komen.